De officiële opening die komt straks, maar ik mag de openingsband vandaag al voor je aankondigen. Een lokaal talent. Heet ze van harte welkom. Flint Hill. Dit jaar, de derde editie van het festival. Is het festival groeiende? Gelukkig wel. Juist omdat we daar de derde keer bezig zijn, komt het bij meerdere mensen aan. De boodschap aan bedoel ik. En dan komen ook mensen hier deze kant op. Groeiend, omdat we in staat zijn bands uit verder landen uit Europa te halen. In plaats van Limburg en een beetje rondom Haus. Dus Polen, dus, Tsjechië en Noorwegen die zijn deze keer vertegenwoordigd. En dat betekent dat we zelf betere kwaliteit, andere muzikanten kunnen aantrekken. Vanmiddag zijn er gedurende 2 uur, van 5 tot 7, 2 workshops. Eentje die wordt gegeven door RUR, ofwel Rustic Robots. Dat zijn goede professionele muzikanten, komen uit Tsjechië. En nadat ze gespeeld hebben, geven ze een workshop op alle instrumenten, gedurende 2 uur. Dat is een slow workshop, waarin dus mensen aangemoedigd worden mee te doen en vooral niet te voelen dat ze moeten afhaken omdat ze het eigenlijk niet kunnen. En de andere workshop is Close Harmony. Dat is ook een belangrijk element in de bluegrass en dat wordt door Blue Max georganiseerd. When I die, won't you bury me on that old mountainside? The best in Oké, Robert, als organisator van het Bluegrass Festival, ik wil je niet langer ophouden. Ik las alleen nog op de website, een zeer leuke website van jullie, geschenken worden herinvesteerd door nieuwe autistische vriendelijke muziek en projecten. Wat houdt dat in? Nou ja, de stichting is natuurlijk een hele jonge stichting en daar binnen het statuut van de stichting is nog heel veel mogelijk. Een van de activiteiten die we binnen die stichting hebben georganiseerd is het Bluegrass Festival. Maar daar zorgen we ook weer voor dat het voor mensen met een vorm van autisme mogelijk is om daar naartoe te komen en zich daar ook nog comfortabel en lekker te voelen. Uw associatie met Bluegrass? Nou, het is een prachtig initiatief, met name omdat dit toch ook vanuit autismevriendelijkheid wordt opgezet. Wij als gemeente Sittard-Geleen vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen. En dit is een mooie manier om dat ook uit te dragen. En ik heb zo net ook vernomen dat dit initiatief ook weer tot inspiratiebron vormt voor een initiatief in het Midden-Limburgse. Met name ook vanuit jullie perspectief dat dit een autismevriendelijk festival is. En dat maakt ook dat ik hier graag ook aanwezig wil zijn. Omdat wij vanuit de gemeente Sittard-Geleen het ook zo belangrijk vinden dat iedereen kan participeren. Ik sta hier weliswaar als gedeputeerde, maar ik voel me toch meer thuis als muzikant hier. Ja, ik ben de bassist van de band Stringtime. Een band die afkomstig is uit een verzameling van Groningers, Drenthe en Twentenaren. En wij staan om 7 uur op het podium hier op het Bluegrass Festival in Beek. Oh, Beek. Beek. Ja. Bent u bekend met Bluegrass? We gaan al verschillende keren, verschillende jaren naar het RioP Festival. En, dit is de tweede maal dat we hier. Tweede maal dat we Beneath the beautiful homes and I was a boy that was lucky, but it all ended too soon. And as I sit here alone in the moonlight. Ik heb wel vernomen op jullie site dat jullie ook Nederlandse liedjes spelen. Ja, nou eigenlijk niet zo heel veel. Wij doen één Drentstalig liedje en die gaan we hier op het podium vanavond ook doen. Een nummer dat ik zelf heb geschreven. Dingen die ik je nooit zegt heb zong, einde dag berouw. Aan die palu die mij zult missen, zeg ik, treur maar niet om mij heen. Hier heb ik geen hartzeer en geen heimwee, misschien de zon en nu laat ik vrij.